Mijn naam is Bertus de Jong, geboren in 1929, dus op het ogenblik 84 jaar oud. In Enschede begon mijn loopbaan bij de PDT. Je kreeg tussentijds ook opleidingen. Je hebt nu je opleiding gehad. Jij kunt wel naar Oldenzaal gaan en met een mooie naam werd ik dan ploegleider van de huistelefoon. Dat was een hele mooie naam. Stel er niks voor, je was in je eentje. Je was ploegleider van jezelf. Het mooiste was, dat toen ik werd overgeplaatst, kwam ik op een monteursplaats te zitten. Maar je werd nog geen monteur. Op een gegeven moment werd je 23 jaar en werd je dus zonder meer tot monteur gepromoveerd. Toen liep er ook een vacature voor monteur bij de Telex. Ik denk, dan ga ik daar eens heen. Dat was mijn eerste kennismaking met de Telex gebeuren in mei 1951. In wezen was de Telex al in 1850, iets in die orde, hè? Meer een soort point-to-point verbinding. In 1933 is het in Nederland begonnen. Duitsland was ons voor. Die had al op dat gebied een baanbrekend werk verricht. Siemens heeft zich daar vooral in onderscheiden. En dus in 1933 kwam dan de Telex, kreeg je een telefoonnummer en dan ging je gewoon via de telefoonlijnen, koos je dan het nummer van jouw klant, jouw relatie in, laten we zeggen Amsterdam bijvoorbeeld. Als je die verbinding had, dan ging je alle beiden over op Telex. Er was een schakelaar en een tussenkast stond erbij. En dan kon je telexen. En tijd ging je weer over naar de telefoon. Dan was je weer bereikbaar per telefoon. Maar dat telexverkeer nam zo geweldig toe. Dan zei men op plaats, jongens, er moeten aparte centrales voor de telexen komen. Toen is er in de 70er jaren is er in Hengelo een aparte telexcentrale gekomen. Zal ik de capties even afgooien? Je hebt dus de mogelijkheid om een bericht vooraf te bereiden in de ponsband. Als dan die ponsband helemaal klaar is met het bewuste bericht, dan leg je die ponsband in de automatische zender. Je kiest degene waar dat bericht voor bestemd is. En als je de verbinding hebt, dan jaag je die band erdoor. Dus zal ik nu eerst de band maken. En wat zullen we daar eens inzetten? Voor het te laat is. Voor het te laat is deze telexband. Deze. Ik snijd hem normaal, ik zit de kap omheen. Ik leg dat hierin. En ik toets het nummer in van die man in Tokio. Cijfers. Eerst het landennummer, ik weet het zo niet, van Japan is 70+. Daarna moet ik even wachten op een codering plus vraagteken. Dan toets ik dat nummer in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van die meneer in Tokio. Hier. Nu ben ik met Tokio verbonden en ik schakel dit in. Aan het eind vraag ik nog een keer zijn naam. Dan komt die naam nog een keer weer op papier van die man in Tokio. En ik denk bij mezelf, nou hij leest het wel een keer. En ik schakel de verbinding uit. En ik ga weer over naar een volgende bericht of ik ga weer verder met mijn eigen werkzaamheden.